overweldigend nieuws voor Suriname. Tijdens een persmoment op dinsdag 7 januari 2020 heeft de regering bij monden van president Desiré Bouterse aangekondigd dat er voor de kust van ons land een significante oliefonds is gedaan door Apache en Total. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. President Desi Bouterse zegt dat het een nationale zaak is die een nationale aanpak zal krijgen. Volk van Suriname, mede namens mijn echtgenoot en gezin, mede namens de regering, mede namens onze coalitiepartners, feliciteer ik het volk van Suriname met deze enorme bekendmaking van het oliefonds binnen onze wateren. We gaan samen de toekomst moeten uitstippelen. We gaan met elkaar in nationaal belang, dit is een nationale zaak, gaan wij de way forward moeten uitstippelen. Ik wil me beperken tot feliciteren. Er is heel veel al nu via internationaal nieuws. Een speciale felicitatie aan natuurlijk staatsolie. Ze pendelen al jaren en we hopen al jaren, eigenlijk is het zover. Ubreti, Mibreti, alles wat breti. We moeten het hoofd koel houden en laten we alle negativiteiten weghalen en kijken hoe we Suriname met deze enorme fonds van de voorzienigheid, hoe wij het pad verder kunnen uitstippelen voor onze kinderen en kindskinderen. Nogmaals, volk van Suriname, gefeliciteerd. Het is een prachtig moment voor staatsolie. Het is een moment waar we als staatsolie heel lang naar hebben toegeleefd. Waar we in principe al 5 jaar voor werken. Dat we onszelf ready maken voor zo'n grote oliefonds. Ik ben herhaaldelijk in de pers geweest en herhaaldelijk heb ik gezegd, ik weet niet wanneer, ik weet alleen dat het gaat komen. En wij weten het al een tijdje, dus dat er mooie olie gevonden is. In de dingen, we wisten niet of het inderdaad een discovery was. Ze hebben het vandaag announced. Dat is natuurlijk prachtig nieuws. Ik heb er niet heel veel aan toe te voegen, want in het persbericht staat in principe alles. Het enige wat ik zeg is, ze zijn nu bezig in Sapakara. Dat is 16 kilometer verder als waar ze vandaag hebben geboord. Laten we kijken of we net als Guyana ook discovery after discovery krijgen. Het is natuurlijk prachtig, zoiets. En ik denk dat na vandaag Suriname nooit meer hetzelfde zal zijn. Het is vooral voor mijn kinderen en mijn kinderskinderen dat ik blij ben. En we moeten ervoor zorgen dat natuurlijk de welvaart terechtkomt voor de lange toekomst. Dat is in principe wat ik wil zeggen. Dat is heel, heel erg duidelijk dat we niet gek gaan doen omdat de voorzienigheid ons dit historisch moment gegeven heeft. Nogmaals, laten we de handen in elkaar slaan en laten we samen de way forward voor onze kinderen en kindskinderen gezamenlijk plannen. We versterken allemaal lobby. Nou, het betekent, zoals directeur van Staatsolie dat heeft verwoord, Suriname is niet meer hetzelfde. Suriname is een nieuwe fase van ontwikkeling. Het betekent dat we heel veel aandacht zullen krijgen van de wereld, van buitenaf nog meer dan wat we hebben gehad. Het betekent dat wij moeten gaan nadenken over hoe wij deze positieve ontwikkeling nog positief zullen benutten voor de ontwikkeling van de natie, van onze natie. Het betekent gewoon goed nieuws, economisch, financieel, ontwikkeling in die sector, werkgelegenheid op alle fronten betekent het positief nieuws. Wij moeten erover gaan nadenken en gaan brainstormen, maar zeker ook wel vaststellen hoe verder mee om te gaan. Olie is gelijk aan energie, zo kan je hem vertalen. Als je olie hebt, heb je energie. Het gebruik van olie voor de opwekking van energie, dat is zo. Ik denk dat het dan onderdeel wordt van een integraal beleid voor wat betreft de energiesector. Belangrijk voor de ontwikkeling van Suriname, ons eigen gebruik, onze eigen behoeften optimaal te kunnen voorzien. 1, 2, werkgelegenheid. Zeker ook wel inkomsten verdienen door het verkoop van deze olie. Dus al met al positieve zaken waar we zeker nuchter naar moeten kijken, want dat is heel erg belangrijk in alle rust. Nuchter naar kijken,
en goede langtermijn plannen maken. Er zijn landen, legio in de wereld, die ervaring hebben met olievoorraden. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We kunnen kijken in landen, Afrikaanse landen, landen in de regio, en daaruit lering trekken en ervoor zorg dragen dat we het beter gaan doen. En dat vraagt een nationale discussie, dat vraagt een nationale benadering. Alle schouders, alle deskundigheid die aanwezig is, op een positieve manier bundelen om zeker deze voordelen, de voordelen die er zijn, hieruit te halen. Ik denk dat het nu voor staatsolie in ieder geval op het juiste moment is. Wij hebben ons er hier 4 tot 5 jaar op voorbereid om zo'n oliefonds te hebben. En we waren nu echt ready om te zeggen van let it come. Nou, wij hebben al een heleboel gedaan natuurlijk. We hebben het bedrijfsleven hebben we gescreend om te kijken hoe ver zij zijn in de ontwikkeling van hun eigen bedrijf om mee te kunnen participeren in zo'n oliefonds. We weten dat we de rivier moeten baggeren om ervoor te zorgen dat we wat meer kunnen doen met de oliefondsen. Wij proberen de bedrijfsgemeenschap proberen we mee te krijgen. Staatsolie zelf is al voorbereid op zo'n oliefonds. En de government moet zich nu op gaan voorbereiden daarop.